Felix en Rob, deel 2 van het interview. Felix, wij hadden het al over gehad, hoe wil je mensen naar huis sturen? Ja, dat is het. Ja, dat is wel een hele moeilijke vraag, want we discussiëren erover. Moeten we mensen heel blij naar huis sturen? Moet het helemaal rond zijn, af? Daar zijn we nog niet helemaal uit. De mening is een beetje verdeeld. We praten natuurlijk met de regisseur. Wat zou het mooiste zijn? Ik zou het liefst mensen naar huis sturen met een vraag. Dat ze zelf denken van, hè, als iedereen het zelf kan invullen, dan wordt het nog persoonlijker. En ik vind het mooi. Ik vind het mooi als je iets openlaat. Dat mensen op de verkeerde been worden gestinkt van, hè, is het nu afgelopen? En die open invulling past ook het mooiste bij het onderwerp. Het is natuurlijk zo'n beladen onderwerp dat je ook nog eens op moet letten om een hele zware conclusie te trekken van, hey mensen, en het zit zo, dit is het einde. Het mooiste is inderdaad, als het vraagtekens oproept, inderdaad, dat vind ik wel mooi, als het open is. We zijn er nog niet helemaal uit, inderdaad. Maar het past heel goed bij het onderwerp om het open te laten. En echt die subjectieve mening van mensen erover te laten ontstaan. Maar zijn er muziektheatervoorstellingen die jullie zelf gezien hebben, die misschien een soort van inkijk hebben gegeven in hoe het kan? Wat de mogelijkheid is voor jullie? De laatste muziekvoorstelling die ik heb gezien was op Broadway. Lux in New York. En daar heb ik wel gezien een paar dingen dat ik dacht van, nou, dat wil ik niet. En de eerste wat me opviel, een heel simpel ding, was die kreeg programma boekje. En het was een voorstelling over één avond bij de Sun Studios in Memphis. Waar Elvis, Johnny Cash, Carl Perkins en Jerry Lee Lewis allemaal aanwezig waren in de studio. Met de eigenaar, met Sam Phillips. En hij ging ze eigenlijk vertellen van, jij hebt geen contract meer, jij wel. En jij moet die tv-show, bla bla bla. En op die avond hebben ze, de hele avond lang, hebben ze een beetje zitten jammen met z'n allen, allemaal nummers gaan spelen. En daar zijn foto's van. En dus natuurlijk, iemand heeft dat opgeschreven, precies wat er is gebeurd. Dus hebben ze een show van gemaakt. Dus ik kreeg het programmaboek en ik deed het open. Ik was aan het lezen over die beroemde avond. En dan draaide nog bladzijde open en er stond de hele setlist. Ja. Van de liedjes stond daar. En dat vond ik zo teleurstellend. Ik keek niet van, hey. Dus nu weet niet. Ik precies wat er gaat komen. En ik had liever gewoon... Dat ik dat niet had gezien en dat ik gewoon dat laatje gewoon overheen kwam. Dus ik heb wel tegen jongens gezegd, dat gaan we in ieder geval niet doen. In ieder geval proberen niet alvast door te geven wat al de nummers zijn. Want dan geef je een beetje het idee weg. Want ik denk dat als je er eenmaal erin zit en de liedjes komen, want we gaan alles in één stuk spelen in principe. Dat is niet één nummer en klaar en weer het ook. Dat loopt een beetje door. Dat ene nummer wel sens maakt naast het andere nummer. Als je het los kijkt, denk je van, hè, dat snap ik niet. Maar in het geheel ga je het wel begrijpen. Ja. Dus het is belangrijk om dat niet weg te geven en dat een natuurlijke flow gaat hebben. En wil je zeker niet via het programma boekje het al voor gaan kouwen. Dat is natuurlijk dan verre van inspireren. Ja. Maar heeft een van jullie wel eens gevoeld hoe die dynamiek in het theater is? Dat je daadwerkelijk op het podium hebt gestaan met mensen voor je die zitten? Ja, Rob heeft veel dingen gezien. Ja. Ik heb een ex die ik had, die was een actrice. En ik heb al een periode wel veel dingen kunnen zien. Ja. Niet extreem veel, maar wel veel dingen zien. En wat ik ervan weet van het kader van het theater is dat je in het theater alle wetten kan doorbreken. Dus wij proberen bijvoorbeeld ook de wet te doorbreken dat we niet meteen gaan staan als een geëikte rocksetting. En het theater leent zich daar ook voor. Bijvoorbeeld een stuk wat ik me heel goed kan herinneren is van Wellebeck, van Platform, van het boek, wat ook in het theater. Waar ze bijvoorbeeld begonnen met het einde. Dus theatervoorstelling die begint met het einde. Dat is een heel extreem voorbeeld hoe je kan spelen, zeg maar, in het theater met al die wetten. Dat is te gek, dat vind ik heel leuk. Dat ken ik wel, dat soort dingen heb ik al gezien en door geïnspireerd. Van muziektheater heb ik al dingen gezien van Orkater en zo. Dus ik weet ongeveer wel hoe het een beetje werkt. Maar zijn jullie bang? Voor dit? Nee, avontuur? Niet bang. Nee, we zijn niet bang, maar het is spannend. Wel spannend. Het is wel spannend. Ja. Dat moet ik wel zeggen. Kijk, op een podium staan en in een club te gaan spelen op een festival, dat doen we al eigenlijk ons hele leven al. Dat is ook spannend, maar we weten wel, we hebben het zo vaak gedaan, we weten wel wat we wel moeten doen en wat mogelijk is en wat niet mogelijk is. Maar in het theater, ja, volgens mij gaat er een gegeven moment de gordijn open en zit er een zaal vol met mensen en dan is het, geloof mij maar, is wel knikken in de knieën. Dat weet ik niet al. Ja, dat die beginsetting en dat startpunt, daar zijn we heel bewust van. Dat is wel echt nieuw voor ons. Dat we gewend zijn al die jaren in rumoer te beginnen. En als je succesvol wordt met Mook, dan begin je in gejuich. Dus dat zijn je eerste noten. Nu beginnen we vanuit iets wat muisstil is. En dat is wel heel spannend. Het startpunt zal echt nieuw voelen voor ons. Het gordijn gaat open en mensen zijn, het is gewoon stil.
Ja. Maar dat is ook weer spannend, waardoor je eigenlijk alles kan, het begin kan je alles doen wat je zou willen doen. Nou, we hebben wel eens met Mark hebben we natuurlijk wel dingen gedaan waar een keertje met een val gedaan gewerkt in Paradiso aan het Noordervlak. Ja. Toen hadden we een film daarvoor, een soort aanleidende filmpje voor de eerste album. En toen stonden we al klaar achter zo'n valdoek en dan begonnen we al te spelen, maar die valdoek die viel naar beneden halverwege het nummer. Dus ik denk dus een beetje dat gevoel. Dat was al wel best wel zenuwachtig. Echt, ja, dat was heel spannend. Dat was een theatraal gevoel, dat was heel spannend.